Invoerrechten. De EU importeert goederen uit alle landen van de wereld. Op de invoer van goederen heft de EU invoerrechten. Met diverse landen in de wereld heeft de EU handelsakkoorden afgesloten, waardoor bij goederen die in dat land zijn geproduceerd geen invoerrechten worden gegeven. Zo is er een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Afrika. Tussen China en de EU is er geen vrijhandelsakkoord. In de praktijk werkt dit als volgt. We nemen als voorbeeld fietsen. Als een bepaalde fiets in de EU wordt geproduceerd, kost dit 100 euro. De productie van de fiets in Zuid-Afrika kost 50 euro en in China 20 euro. Bij de invoer vanuit Zuid-Afrika hoeven geen invoerrechten betaald te worden vanwege het handelsakkoord. Bij invoer uit China zijn 14% invoerrechten verschuldigd. Ondanks die invoerrechten blijft de fiets uit China het goedkoopst in de EU. De gemiddelde invoerrechten die de EU heeft bedragen 4%, dus de effecten op het handelsverkeer zijn niet altijd groot.